Hallo clubbers, daar ben ik weer met een nieuwe clubdate. Afgelopen week hebben jullie het gezien in de clubapp. Er zijn weer superveel activiteiten georganiseerd. Ik ben zelf bij twee activiteiten geweest vorige week. Dat was een club barbecue, een clubhappen in Amersfoort. Nou, daar hebben we heerlijk met een grote groep gezeten. En de dag daarna, op vrijdagavond, was er een clubborrel, ook met een etentje in Emmeloord. En dat was ook super gezellig. Er is na het eten zelfs nog een groep, volgens mij tot in de kleine uurtjes, de kroeg ingegaan. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dat horen en zien we natuurlijk graag. Wat ik ook graag jullie mee wil geven, om je daar even van bewust te laten zijn, is dat we helaas de afgelopen tijd veel afmeldingen zien bij activiteiten. En dat, dat is dan toch te last minute. Voor een organisator moet je voorstellen is het natuurlijk super vervelend om dan toch met een aantal lege plekken te zitten. Er hangt vaak ook een activiteit achter wat misschien geboekt is of een restaurant wat ergens op rekent. Een horecaondernemer die inkopen heeft gedaan. Dus het is voor een organisator gewoon niet leuk. En daarnaast, als je je last minute afmeldt, heb je ook eigenlijk een plek van iemand anders ingenomen die misschien ook graag naar die activiteit had willen gaan. Dus bij deze wil ik jullie echt oproepen om, mocht je toch verhinderd zijn op een activiteit, om je echt op tijd af te melden. Het liefst een week van tevoren. En voordat je je aanmeldt, ook gewoon even je agenda checken. Van kan ik nou echt naar die activiteit toe? En mocht je dus onverhoopt niet kunnen, op tijd afmelden. Zodat we ook iemand anders weer blij kunnen maken met een vrije plek. Tot slot wilde ik jullie nog even laten weten dat er binnenkort, ik denk begin oktober, weer een nieuwe clubhappen aankomt en een clubborrel. Ook de clubborrel leuk voor vooral ook nieuwe clubbers die mensen willen ontmoeten. Ik ben er zelf bij en deze weken gaan we naar de provincie Brabant. Dus hou even de activiteitenapp in de gaten en dan hoop ik jullie in Brabant te ontmoeten voor een leuke clubhap of een clubborrel. Nou, ik geniet nog even lekker van het zonnetje. Ik hoop jullie ook. En tot snel weer. Doei!